Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben samen met Eva. En wij gaan weer een mukbang opnemen, deel 2. De vorige was een jaar geleden of zo? Ja, dat Nee, dat was ook. Oké, maar we gaan Mac halen. We staan voor de Mac. Het regent echt super hard, dus ik hoop niet dat je het hoort. Maar wij gaan even bestellen. Zin in. Zin in. Blijft dit denkje staan? Als ik dat wel. We hebben dus dit eraf gehaald, zodat we een... Weet je wat je gaat nemen? We moeten eigenlijk even een keer iets meer halen. Ja, vind ik ook. Ik heb op zich niet echt gegeten, dus ik heb wel honger. Ik heb ook expres niks gegeten. En ik ben gisteren nog uit geweest, dus dan kan je helemaal honger. Nou, we rijden in z'n twee door de McDrive. Dat lijkt me niet het beste idee. Weet je het al? Zo, nee. Ik weet het al. Zo. Ah, sorry. Eén moment hoor. Oh mijn god, dat ongemak. Wat ga je doen dan? Ik wil graag een medium friet met saus. Ja. Een macroquette zonder saus. Ja. Een cola light. Ja. En 6 kip nuggets met zoetzuur. Dat was hem. Ja, dat was hem. Voor de eerste keer dat iemand in de comments had gezet. Over die saus? Nee, van dat ik nog wat wilde bestellen. Maar dat jij al door reed. Ja, hoe heet het? Vorige keer hadden Eva en ik ook een mukbang opgenomen. En toen hadden we echt allemaal haatdingen gewoon. Nee, dat mensen zeiden ja, dat jij nog inderdaad iets wilde bestellen. Maar we hadden al van tevoren toen afgesproken ja, wat we gingen bestellen. Oké, wacht. Ik ga eerst even mijn betalen. Schat. Wacht even tot we het eten hebben. Ja. Oké, we hebben het eten. Ik ben echt blij dat jij een auto hebt. Ik ben zo blij dat jij een auto hebt. Oké, we hebben ons eten. Wat is er? Ik ging mijn auto eergisteren schoonmaken en er lag gewoon overal patat in mijn auto. Oh, je moet wel je gordel afdoen. Want vorige keer was er iemand die zei, waarom heeft Eva de hele tijd haar gordel om? Ja, dat is echt fucking dom. Heb ik cola light besteld? Ik ben haar aan zitten volgens mij. Oh nee. Dat was mijn eigen haar. Hoe heet het? Hebben we cola light besteld? Ik heb cola light besteld. Kijk eens op de bon. Wacht, even kijken. Wat wilde ik net nou? Oh ja, kijk. Cola light. Oh, beter. Zullen we gewoon alles erin getiefd? Nee. Moet wel mooi zijn. Wat doe dat woordje altijd tegen mijn hoofd aan. Ja. Ik moest gisteren dus werken. Er was echt iets heel ergs gebeurd. Ik stond... Er kreeg dus een man een epileptische aanval. In de winkel. En ik zag het dus gebeuren. Oh my god. Toen viel hij met zijn hoofd op de emballage ding. Met een punt. Zat er zo'n mond in zijn hoofd. Ik maak echt geen grap. En wat is er toen gebeurd? Nou, spoot het bloed er echt uit. Toen wist ik niet wat ik moest doen. En wij hebben zo'n code die je dan moet omroepen. Dus ik riep dat om. En toen moest ik 112 bellen. Heb je dat gedaan? Ja. Wat krijg je nou aan de telefoon? Goedemiddag, politie. Wilt u... Weet je wel, brandweer, ambulance of politie of zo, weet ik veel. Het is eigenlijk zo ambulance en dan word je dus doorverbonden. Toen was ik echt fucking erg in shock. En ik raakte helemaal in paniek en al dat bloed stroomde zo eruit. En toen waren er niet andere mensen die hielpen? Nee, de winkel is bijna helemaal leeg. Het was om 6:30 en onze winkel is heel rustig. En kwam er dus een, zo'n jongen die dus bij mij werkt, die ging dus met papier zo, dat bloed zo... Zo, dat is echt wel knap dat hij dat heeft gedaan. En ik was met die politie aan bellen. Hoe lang heb ik gebeld? Even kijken. Kwamen ze niet? Jawel, ze kwamen wel. Hallo, tuurlijk, want het was helemaal in paniek. Maar ik raakte zo erg in paniek en ik ging helemaal zo... En die vrouw zo, kan je rustig doen? En toen zei ze zo, ja, wat is het adres? En ik wist gewoon niet meer het adres. Oh, waarom ging ik naar mijn agenda? Kijk. En wat heb je toen gedaan? Ja, gewoon uiteindelijk lukt 10 minuten waren ze er. 10 minuten. Ik hoopte nog echt dat jouw moeder er was. Ja. Mijn moeder is op vakantie, maar dat maar, heb ik gekund. Het duurde fucking lang, voor mijn gevoel. En toen was het zo... Ja, je moet nu zeggen... Als hij inademt. En ik zo... Nu. Echt? Dat is maar... Dan raak ik zo erg in paniek. Ja, snap ik. En ik zie het nu de hele tijd voor me. Oh. We moeten nog een thumbnail maken. Nee. Dus, toen kwam er dus ambulance. Ja. Maar het, voor mijn gevoel duurde het allemaal echt super lang. Ja. Maar op een gegeven moment raakte ik dus heel erg in paniek. Maar, Er kwam ambulance en zo kwamen, waren er toen al. Ja, daarna heb ik pas gebeld. Maar. Ja.
En toen, toen moest ik fucking hard huilen aan de telefoon. Ja. Toen wist hij gewoon niet hoe hij moest reageren en toen hing die gewoon op. Echt no joke. Heeft hij dat echt gedaan? Ja. Het was in ieder geval echt super heftig. Ja, maar zei ik een cola? Ik zei toch iced tea? Nee, je zei wel cola. Zei ik echt cola? Ja. En een kleine cola. En een kleine cola. Heb ik echt een iced tea gezegd? Nou, ik kan het straks terug. Oké, nee, maar ik weet echt niet wat ik dus in zo'n situatie moet doen. Jezus, wat heftig. Mag ik mijn McCroket? Ik kwam er toen ambulance. Want hoe is het met die man afgelopen? Ja, die waren er allemaal nog meer in de winkel. Ja, er waren dus echt heel erg kinderen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus, maar ik zag het dus gebeuren. Mijn man moest blijven liggen. Mocht niet opstaan en zo. Nee. Maar gewoon, ik had op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga gewoon zelf flauw vallen. Omdat ik zoveel bloed zag. Ja, snap ik. Ik hoor nu een ambulance. Hoe eng. Ja. En, ja, ik snap dat je echt zelf zou flauw vallen. Ja, dus ik dacht ook, ja, ik moet nu gewoon weg. Want anders raak ik echt te erg in paniek. Dus ambulance voor dikke mensen, hè? Niet. Jawel, ik zweer. Dus kakak? Ja. Hoe weet je dat nou dan? Hoe weet je wanneer een ambulance voor een dikke iemand is dan? Nou, dat wordt meestal doorgegeven of... Maar ik bedoel, het echt aan mensen moeten af. Nee, maar... Heel vaak als ze mensen moeten ophalen, wat dat ze weten van... Die vrouw vroeg, hoe oud denkt u dat die man is? Zei ik denk 30, maar uiteindelijk toen hij opstond, was hij echt ruim. Hij was ruim in de 60, geloof ik. Dat kan echt niet. Ik zei eigenlijk, ja, ik denk begin 30. Dat zie je natuurlijk niet. Nee, ik ga echt stuk. Maar niemand weet waar ik werk, dus het is eigenlijk wel grappig. Ja. Maar als ik klaar ben met mijn werk, ga ik wel vertellen waar ik werk. Maar nu nog niet, want ik krijg er heel veel vragen over, maar ik ga het dus niet vertellen. Nou, weten jullie dat ook gelijk? En die kaas is niet gesmolten. Dat is altijd zo irritant aan een cheeseburger. Ze hebben nu... Vaak antwoord dat niet aan. Ja. Zo meteen. Ik hoor eens even mijn eigen ei kwijt. Want de rollen zijn een beetje omgedraaid. Je moet even iets meer in beeld zitten. Ja. Doe even je stoel eens naar. Bijna mijn nieuwe trui. Want, kijk. De laatste keer toen we mijn mug gingen opnemen. Toen zat Eva op school. En dan ging je universiteit doen. En moest ik mijn diploma nog halen. Nu zit ik op school. En wat doe jij? Helemaal niks. Dat is niet. Wel werken. Ik werk wel, ja. Moet je deze week werken? Jo? Ja, aankomende week moet ik 6 keer werken. En wat vind je van de FAVO? Kut. Ja, dat is kut, hè? Het is echt heel kut. Eva doet dus nu 2 vakken. Ja. 2 WO-niveau. Geschiedenis en... Engels. Maar het is gewoon... Maar waarover gaat het geschiedenis dan? Het is gewoon heel raar of zo. Ik ben natuurlijk al een jaar niet meer middelbaar... Zo, sorry, even opnieuw. Middelbare school. Ja. Ik ben niet meer op de middelbare school geweest. Dus het is echt zo raar om daar weer te zijn. En het is heel streng. Je moet je telefoon inleveren en in een... Bij de FAVO? Ja, je moet het in een... In een... Echt? Lijkt wel een soort van... gek rekje moet je hem hangen en het is heel streng en al die kinderen zijn nog gewoon heel kinderlijk. Het zijn echt van die baby's nog. Straks ziet iemand dit uit de klas. Nou, boeit mij niet. Maar ik heb niet eens contact. Ik ging naast iemand zitten en ze zijn niet eens goed dag. Maar dat is heel erg met de FAVO, want je hebt dus per vak 3 uur les. Dus je ziet elkaar ook bijna niet. Hmm. Dus ik had natuurlijk alleen Engels, deed dat ook. En toen... Nou, ik had toen wel echt een paar leuke meisjes in mijn klas, maar het ging na 1 maand weg. Maar je hebt maar 4 uur les dan? 3 uur les, zoiets. Ja, 3 uur per vak toch? Ja, 3 uur per vak heb je les. Welke dan ook nog maar 50 minuten. Maandag en woensdag en donderdag. Okay. Maar ik ga heel vaak niet, want ik moet gewoon werken. Maar ik doe het gewoon zelf. Ik vind het heel chill om zelf gewoon thuis eraan te werken. Nou, weet je dan wat je moet doen? Ik eet echt heel snel, dus echt niet goed. Ik heb een studieplanner. Wie heb je voor Engels? Dezelfde die ik had? Nee. Heb je haar wel gezien? Maar ze was niet zoveel. Wel een beetje. Nee, ik denk een andere. Het zit ook in Zoetermeer. Oh ja. Jezus. En zullen we eerst vragen doen? En ik doe dus de FABO in Leiden. En ik vind het heel erg leuk. Ja, het past ook echt bij jou. Ik heb ook een hele leuke klas. Zal iemand aan mijn klas kijken? Even reageren. Oh, ik vind het vast echt bij jou.
Oh, ik zocht mijn telefoon. Ik ben een beetje snel aan het eten. Dat is niet echt heel handig waarom ik ben. 112. Oh, oké, nu ga je echt heel hard lachen. Ik moest dus 112 bellen. Maar ik raakte in paniek. Dus ik pakte de telefoon, kreeg de kassa. Want 112 is ook een kassa bij ons. Oh, je hebt echt een schrik van je leven gehad. Ja, ik vond het ook heel zielig. Maar die man die was het gisteren? Ja, het was gisteravond. Ik mocht wel eerder weg daardoor. Ja, snap ik. Maar hij was wel echt in shock. Ja, maar nu maakt het toch niet uit. We zijn toch aan... Nee, nu maakt het niet. Heb jij je patat erop? Oh nee. Heb je je cheeseburger gewoon? Nee. Oh, we zijn nog een Kim Nuggets. Waar is de saus van de Kim Nuggets? Hier? Oh, ik heb maar één gekregen. Ja, dat is altijd met 6 Kim Nuggets. Krijg je er 1. Oké, wacht. Ik ga kijken, want ik had op Instagram... Er stond nog niet volgt op Instagram. Ik zal nu de Instagram van Eva er even goed in zetten. kan echt niet. Oké, eerste vraag is al gelijk. Welk werk doe je? Ik werk dus in een winkel, maar ik ga nog niet precies vertellen wat. Welke opleiding doe ik, Pabo? En Eva, die gaat volgend jaar, wat ga je doen? Ik doe naar de universiteit. Ja. Rechten doen. Rechten doen op de universiteit. Mm-hmm. Maar ze moet dus nu... vertel zelf maar. Ja, ik moet gewoon nog mijn propedeuse halen, want ik zit nu op het hbo. Ik doe hbo recht, dat is echt zo stom. Maar ik moet nog mijn propedeuse halen, ik moet nog 1 of 2 vakken halen. En dan, nou eigenlijk 1 vak, maar ik ga 2 vakken opnieuw doen. En dan heb ik mijn propedeuse en dan ga ik een tussenjaar nemen. Ik vind dat je maar weinig in beeld zit. Is beter. Oké, hoe mijn opleiding tot nu toe bevalt. Wacht, ik zal er 1 ding over vertellen. Het is wel veel, maar het is wel makkelijk, een soort van, tot nu toe. Ik ben natuurlijk pas 3 weken geweest, maar wel heel leuk. Nee. Mm-hmm. HBO is sowieso niet zo moeilijk hoor, je kan echt veel zelf doen en zo. Ja. Ik moet heel veel voorbereiden zo. Ja, ik moet nog wel mijn lessen voorbereiden van deze week, voor morgen. En je hebt gewoon heel veel uren. Dat vind ik juist niet heel erg, want die uren gaan wel heel snel. Want ik heb bijvoorbeeld ook kunst en koor en... dat soort dingen. En we hebben vertellen, dus dan moet je echt een verhaal leren vertellen. Dat soort dingen, daar heb je gewoon een vak voor. Oké, wat is je favoriete kledingwinkel? Zara. Hoezo? Ja, ik vind dat echt een hele leuke winkel. Je hebt er echt leuke kleding, maar... Zara Lizzie. Tegenwoordig wordt er echt, haalt echt iedereen daar, dus het is een beetje hetzelfde zijn voor... En ik heb helemaal niks van de Zara. Maar ook wel een paar dingen van. Ik heb een beetje geen Zalander. Nee. Mijn favoriete kleding. Kijk, nu zie je ook hoe vies die ramen zijn, hè? Ja, echt messy. Ik denk, ja. Wat dan mee? Maar ik heb niet echt een favoriete winkel. Maar mijn meeste kleding, kleding komt gewoon van de Pull&Bear en de Bershka en zo. De Bershka vind ik ook wel leuk. Dat zijn echt mijn winkels. Hoe gaat het met je? Nou Eva, hoe gaat het met je? Goed hoor. Beetje rustig. Met mij gaat het ook heel goed. Gewoon met mij echt heel goed. Dat kan altijd beter. Zeker na gisteravond. Ja. Komt goed. Hoe lang ben je? Wat weet ik? 1,68? Ja. Ik 1,62. Denk ik. Nee, denk wel dat je 1,60 bent. Nou, net is echt zo klein in het echt, jongens. Ja. Ja, het valt wel mee. Nou ja. Het valt eigenlijk niet mee. Mag ik een Kim Nugget? Ik had eigenlijk 2 keer een Macro Cap moeten nemen. Je mag ook wel nog wat van mijn patat, hoor. Nee. Eet deze Kim Nugget op. Nee, jij moet wel even mee eten, Eve. Als je een mukbang. Hebben we nu al de tijd vol gepraat? Ik dacht, het is toch niet nu al dat kan niet. Vol? Nee, dat kon niet. De camera viel even uit, maar we zijn er weer. Welke hockeyclub zat je? Ik heb dus heel lang op hockey gezeten. En ik ben nu al 2 jaar... Ben ik 2 jaar gestopt al? Ja. Maar vorig jaar ging ik nog wel... Was dat vorig jaar? Dat ik in jouw team wel eens mee ook? Ja, dat speelde wel eens mee. Oh, ik moet altijd zo erg boeren van die cola van de Mac. Ik zat bij Forest Katen en Eva zat daar ook in Voorschoten. Ben je blij met je uiterlijk? Kut. Eva, ben je blij met je uiterlijk? Mm. Dit vind ik zo'n stomme vraag. Vind ik ook een stomme vraag, maar kijk, weet je wat is? Je moet gewoon zeggen dat je er blij mee bent. Maar ik denk wel, als ik laat maar zeggen mijn video's van eerst kijk, denk ik wel. Nou,
aardig opgedroogd. Nou, jij bent wel echt veranderd. Ik weet niet wat er is veranderd, maar je gezicht is wel echt veranderd. Gewoon ouder geworden. Ja, mag ook wel. Ik vind het zo raar om te zeggen dat ik blij ben met mijn uiterlijk, want... Allemaal even reageren dat Eva heel mooi is. Ik kan het echt niet. Ik wilde net nog iets vertellen, want ik zei, ik vertel het zo meteen. Nee. Toen we daar stonden. Ja. Ik vind het veel leuker om een verhaal te vertellen dan de hele tijd vragen te beantwoorden. Waar hou je die leuke trui vandaan? Deze trui komt van Chiquelle. Maar al mijn truien komen van andere dingen. Maar die trui... Naked heb je ook wel leuke truien. Ja. Van Chiquelle. Maar het is gewoon allemaal best wel duur. Bershka. Ja, ik heb echt truien van heel veel winkels. Eva en ik wilde eigenlijk vandaag foto's gaan maken. Maar ja, het regent godverdomme mijn enige dag in de week dat we gaan afspreken. Dan regent het weer. Dus het blijft de hele week mooi. Ik heb toch echt 3 keer in de regen naar school moeten lopen. Ik loop, hè, naar school elke keer. Zo, goed hoor. Jullie hebben het eind. Zo, ik heb echt allemaal handige plekjes in de auto. Wanneer gaan we een video opnemen? Wat is het gekste wat je hebt gedaan toen je dronken was? Laten we het daar maar niet over hebben. Nee. Zeker niet bij mij. Oké, mijn saus staat echt... Janet heeft wel meerdere gekke dingen gedaan. Ja, niet heel, heel maar gek. Niet het hele... Nou, je moet nu niet denken dat ik weet ik veel een kwartet of zo heb gehad, nee. Maar... ik heb geen trio, maar... Nee, het is gewoon bijvoorbeeld dan is ze dronken en dan... gooit ze met wc-rollen door de kamer. Zoals niet. Gaat ze met wc-rollen door de kamer gooien. Nee, of, kijk. Wat het is... Kijk, als ik dronken ben, doe ik gewoon... Camp Louise nadoen. Imitatie van Camp Louise. Ja, toen Eva en ik... Oh, wist je nog dat we vorige keer de vraag hadden van... wat is jullie favoriete herinnering samen? En toen zei ik naar Albu, maar nu zijn we echt naar Albu geweest. Oké. Nee, ik denk... Maar ik wil even wel een gek iets noemen. Weet je iets van mij, wat wel gewoon in de video kan? Ja, het valt wel mee, weet je wat het is? We doen altijd wel gewoon een beetje... Ja. Kijk, ik schaam me dan gewoon echt niet als ik dronken ben. Nee, dat heb ik heel erg. Ik kan het ook even niet 1, 2, 3 bedenken. Ik ook niet. Ik zit ook aan immers de reacties te denken tijdens het uitgaan. Nou, ik vind het gewoon heel grappig om mensen een beetje te irriteren met uitgaan. Dat, Dat vind ik ook wel grappig. Ja, dat is wel grappig, ja. Oké, wat zou je doen als je 1 miljoen euro zou winnen? Ik weet al wat! Wat dan? Van John of Fraser met die vent! Dit is echt niet grappig. Nee, het is wel grappig. Kijk, Eva en ik waren dus in Albu. En we waren wel een beetje dronken. Er was dus een jongen en die leek heel erg op John of Fraser. Nou, hij leek er niet heel erg op. Nou, ik zal de foto even hier in beeld zetten. Maar hij leek er gewoon een beetje op, weet je wat, dat je denkt van, oh zo. Nee, maar jij zei toen tegen die vent... Nee, ik zei eerst... Mag ik op de foto met je? Want je lijkt op een vriend van nee, mij. Nee, zo wacht. Want Eva en ik gingen al de hele vakantie, gingen we al zeggen... Bijvoorbeeld als we dan iemand zagen die dan een klein beetje op een BN'er leek, zeiden we... Oh, weet je al zo. En toen zei ik tegen jou, volgens mij, of jij zei het, hey, dat is John Fraser. Ja. En toen, nou ja, we moesten wel even 2 keer kijken, maar je wist wel dat het er niet was, weet je wel. En toen... Toen zei ik, ja, ik wil een foto met hem, weet je wel, zo. Toch? Of hoe ging het? Ja, je wilde een foto met hem. Gewoon voor de grap en dan erbij zetten... Ja, dat was John Fraser. John Fraser. Ja, want er kwamen, toen wij in Albu waren er gewoon geen artiesten. Gewoon nul. Ja. Dus ik liep naar hem cool. Maar hij zag er heel buitenlands uit. Ja. Wij dachten dat hij Engels was. Toen zei ik zo, hi, can I make a picture with you? Nee? Ik weet niet meer wat ik zei. Misschien vroeg je eerst van, ben je Nederlands of zo? Ja, dat vroeg ik. Nee, ik ging gewoon tegen hem praten, want ik wilde dus een foto. En toen kwam ik er dus achter dat hij dus Nederlands was. Ja, dat wist ik dus toen gelijk. En toen zei ik zo, ja, mag ik een foto met je maken? Want je lijkt heel erg op een vriend van mij. En toen zei zo, oh, wie dan? Toen zei ik, ja, Donna Fraser. Wie is dat? Zei hij. En dat was wel grappig. Laat alsjeblieft die foto in je vlog. Ja, dat ga ik doen. Ga ik zeker doen. Oh, met Messi. Ja. Dat kan ook echt niet. Toen op Hockey Lovers. Toen kwamen we dus Messi tegen.
En ik had een cd gevonden op de grond. Die ken je al net. Oh ja, ik was helemaal niet met jou op de boekenlappers. En nou ja, toen had ik dus een cd gevonden. En toen had ik dus gezegd dat dat mijn cd was. Dat ik die had uitgebracht. Dat ik, weet ik veel, DJ of zo was. En toen, ja, ik zal het filmpje zo wel in beeld plaatsen. Toen had ik gezegd van, ja, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Ja. Toen gaf ik gewoon mijn cd, weet je wel. Toen zei hij echt zo, ja, wat moet ik hiermee? En toen zei ik, ja, dan niet of zo. En toen, ja, dat... Niet grappig. Wat doe je? Wat doe je? Ik geef een cd. Nee, dat doe ik. Waar is de saus? Dus als je met ons mee wil uitgaan, DM ons even. Leuke plek om uit te gaan. Ik wil echt niet. Leuk dan echt. Oh, je net een keer. Weet je wat ze een keer ging doen? Kennen jullie rapper Shorts met Yeah, let's go, Yeah, let's go? Dat ging je net eens een keer in de Noble. Dat is zo'n uitgaans bij ons. Ja. Ging ze dus, kreeg ze een microfoon voor haar gezicht van een zo'n MC of hoe noem je dat? Zo'n, ja. Iemand die altijd op het podium staat dat jullie een beetje hyped. De sfeer hyped. En toen, ja, ik had gewoon gezegd, mag ik iets zeggen? En toen zei ze, mag ik iets zeggen? Toen ging ze dus door die microfoon, door heel de Noble. Yeah, let's go schreeuwen. Toen ze heel dronken was. Maar twee keer heb ik het gedaan, toch? Of meerdere keren? Volgens mij heb je het gewoon meerdere keren. Ja, dat is het leukste. Je moet gewoon proberen in de club de microfoon te krijgen en dan gewoon iets schreeuwen er doorheen. En voor de rest, ik zal dat filmpje ook wel even in beeld plaatsen. Met een kerstmuts op. Of met kerst, ja. We moeten eigenlijk gewoon een keer een video maken. Met al je rare momenten. Maar gewoon niet te erg, maar ja. Gewoon wat wel kan. Oké, als jullie dat leuk vinden, moet je even in de poll stemmen. Dat ga ik misschien doen. Dat is echt leuk. Ja, net mijn Snapchat... grappig als nee, met mijn Snapchat herinneringen. Nee, oké, laten we nee, dan ik vind Janet tenminste grappig als ze uitgaat. Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon grappig. Oké, volgende vraag. Wat gaan we doen met 1 miljoen euro? Jeetje, al heb ik veel vragen gekregen. Komt er nog een sportvideo? Amber en ik gaan een sportroutine opnemen. Oké, wat we dus zouden doen met 1 miljoen euro. Ik zou... Dit vind ik... Ik heb echt nog loten gekocht. Ik hoop echt dat ik het win. Maar voor wanneer? 1 oktober trekking. Oh, ik ga ook even kopen denk ik. Maar dan kan je 10.000 euro per maand winnen. 30 dat jaar lang. Dat ga ik ook doen. Maar weet je wat ik dus zou doen? Ik ga weer te werken. Ik zou dus het tegen niemand zeggen. En dan heel veel dingen betalen. Snap je wat ik bedoel? Voor andere mensen. Ja. Dat is fucking grappig. Denk een soort van... Ja, maar dan lijkt het ook wel zo van... Oh, kijk hoe goed persoon ik ben. Nee, maar dat is wel op zich een goeie. Gewoon voor je ouders en zo. Vriendinnen. Dat is wel leuk. Oké. Ik zou niet zo vreemde mensen, maar... Waar heb je het meest spijt van? Nou, hebben jullie nog even? Waar heb ik het meest spijt van? Even iets gewoon wat... ja, ik weet al een paar bepaalde dingen waar ik het meest spijt van heb. Maar ja, dat kan ik nu niet noemen. En dat kan ik ook niet noemen. Dat is een beetje gek ook. Ja. Maar ja, weet je wat het is? Misschien iets een aanschaf van iets of zo. Ja, oké, we moeten wel iets opnoemen. Nou, weet je wat? Ja, al die kleding die jij hebt. Al die kleding die je één keer hebt aangehad en dan nooit meer. Ja, ik wil het dus gaan verkopen. Oh, misschien kunnen we dat zo meteen doen. Oh, dat kunnen we inderdaad doen. Ja, ik ga binnenkort dus mijn kleding verkopen op United Worker. Zullen we dat zo doen? Ja, gaan we doen. Want het ja. is echt... Het zijn echt drie vuilniszakken gewoon. Nou... Maar sommige dingen zijn echt prut, maar die zet ik er dan wel gewoon op voor 5 euro of zo. En dan kijk ik wel gewoon als iemand het niet wil, dan haal ik het gewoon af. Wat zet dan gewoon in je Instagram story van ik verkoop dingen op United Warroom. Als het online staat, zou ik even een linkje hieronder doen. Oké, ik krijg nu een vraag, begrijp ik niet helemaal. Ben je nou een lesbie of val je gewoon op jongens? Oké, dat ga ik gelijk even uit de wereld helpen. Ik had dus een keer een video gemaakt met Lisanne. En dat we de girlfriend tag deden. Die video staat niet meer online op mijn kanaal. Want het was een beetje verkeerd ontvangen, hoe noem je dat? Want we wilden een soort van die tag, gewoon die tag belachelijk maken. Weet je wel, dat mensen een boyfriend tag en een girlfriend tag opnemen. Omdat het gewoon, dat vonden we gewoon een beetje cringe. Maar we wilden niet het belachelijk maken van het relatie hebben met een jongen of een meisje, dit, dat. Want anders had ik het ook gewoon met bijvoorbeeld een beste vriend of zo kunnen doen. En dan zeg je, ja, de boyfriend tag. En daarna gewoon hadden gezegd, ja, we hebben geen relatie. Maar volgens mij zei ik iets van, ja, we hebben natuurlijk geen relatie of zo. En dat was een beetje... Ja, waarschijnlijk mensen dat jij het belachelijk maakte, lesbisch belachelijk maakte. Mm-hmm. Lesbische stellen, maar dat was ook echt helemaal gewoon totaal niet mijn bedoeling. Het was meer dat ik
een soort van dat we die tag gewoon voor de grap wilden doen. Omdat we niet wisten wat voor video ging opnemen. Maar die video staat ook niet meer online. Ik vind ook gewoon die girlfriend en boyfriend tags vind ik zo verschrikkelijk. Nou, ik vind het wel leuk. Het maar cringe. Sommige die zijn gewoon een beetje overdreven. Ja. En dat wilden jullie gewoon belachelijk maken. En jullie wilden gewoon voor de grap. Dat ja, we wilden grappig zijn. Mensen in de omgeving en zo, weet je wel. Gewoon, ja, we wilden grappig zijn. Ze gingen gewoon veel met elkaar om op school en zo. Maar, en, ja. Mensen gewoon voor de grap, weet je wel. Ja, eigenlijk was het meer gewoon voor mensen uit de omgeving, weet je wel, gewoon voor de grap. Maar, hoe heet het, ik snap wel dat er een beetje... Maar ze valt op jongens. Ja. En, dat vond ik echt wel zo, oké. Maar ik wilde dus niks belachelijks ermee maken, maar ik heb wel de video op onze lijn gehaald, omdat ik het gewoon een beetje stom vond. Want hij was ook, weet ik veel, 50.000 keer bekeken of zo. Waar ben je het meest trots op? Iemand zegt, wat is je telefoonnummer? Ik had natuurlijk gezegd, je mag alles vragen. Wat is je telefoonnummer? Ik heb een fucking veel vragen. Oké, maar... Waar ben je het meest trots op? Ik ben echt niet ergens heel erg trots op ofzo. Nou, ik moest even al mijn fotoshootjes verwijderen van mijn camera, maar we zijn er weer. Waar we het meest trots op zijn, nou dat kunnen we dus niet echt benoemen, want we hebben echt geen idee. Nou, misschien dat jij trots bent dat je toch hebt gehaald dit jaar en dat je nu aan je opleiding bent. Ben ik heel trots op Engels zelf. Want dat is echt een valkuil voor jou. Ja. Wat is je telefoonnummer? Dat ga ik niet zeggen. Okay. Ik zet hem maar even in de comments. Ja, even in de beschrijving. Je favoriete merk? Het is moeilijk. Ik heb het bij verschillende dingen. Want ik denk dat ik het van schoenen heb. Ik het denk ik. Ik vind Puma altijd wel een leuk merk. Of Nike van schoenen. Ik vind Nike leuk. Van truien vind ik Ralph Lauren wel leuk aan merk. Tommy wel leuk, Tommy Jeans. Tommy ook wel. Okay. Maar ik vind Calvin Klein ook leuk, maar niet qua kleren, maar wel gewoon van de rest, laat maar zeggen. Hoe zeg je dat? Lingerie. Maar ik vind dat, het lijkt toch een leuk, ga eens een klein stukje naar voren. Het lijkt net alsof die niet die heel donker is. Oh, dat komt waarschijnlijk door de ding, wat? Okay. Dus, volgende vraag. We gaan wel zo meteen een beetje afronden. Weer over mijn opleiding. Hoe oud ben je? 19. 18. We zijn bijna op dezelfde dag jarig. Ik op 19 november en Eva op 25. 24. Dat was een grafje, jongens. Oké. Okay, wat is je favoriete seizoen? Dat is wel een leuke vraag. Favoriet seizoen? Herfst. Nee. Zomer. Zomer vind ik het leukst, maar qua kleding vind ik herfst. Ja, want ik haat, laat maar zeggen, als het ertussen zit, weet je wel, dat je dan... Ik vind de lente ook wat chill, gewoon dat het niet te koud is, maar ook niet te warm. Maar ik ben heel erg allergisch. Ja. Dus dat vind ik ben je van plan om te trouwen later? Had je medicijnen bij je in de auto? Nee, moest ik gaan halen. Helemaal thuis? Ja, heel kut. Toen moest je weer terug. Volgens mij zie je die highlighter op mijn neus zo erg. Oké, of ik van plan ben om te trouwen later, ik heb echt geen idee. Nou, als ik word gevraagd en ik vind die jongen leuk, zal ik geen nee zeggen. Maar niet nu of zo, hè? Nee. Liever een hele dag slapen of een hele dag Netflix? Nou, ik kan dus niet de hele dag Netflix kijken. Dat kan ik echt niet. Gaat dat koppijn? Ik vind dat ook echt niet heel leuk. Ja, ik heb wel eens dat ik een serie leuk vind, maar dan vind ik alleen de eerste aflevering leuk. En daarna vergeet het weer, bla bla, dit dat. Ik denk liever een hele dag slapen. Ja, maar dat kan ik ook niet, dus ik weet niet. Maar ik vind video dan nu wel leuker dan Netflix. Ja, ik ook. Ik vind het gewoon, laten we zeggen, tv dingen terugkijken leuker dan series kijken. Ja. Ik zal nog, doe nog één vraag en dan gaan we weg. Het afronden. Oké, waar we onze nagels laten doen. Kijk, Eva en ik, die doen dus allebei onze nagels. En we doen het bij Strictly Nails in Leiden. Maar je kan het natuurlijk op heel veel plekken doen. Ja. Het is gewoon gel lak. En mijn nagels waren altijd heel kort en klein. En toen dacht ik van ja, ik ga gewoon gel lak doen. En daardoor waren ze heel lang. Goed. Ja, ze waren heel lang gegroeid. Yo, wat de fuck zit er op mijn nagel? Godverdamme. Ze waren echt heel lang. Ik heb ze nu de laatste keer wat korter gedaan. Maar dan blijft het ongeveer 3-4 weken zitten. Zeg dat goed, het verschilt natuurlijk per persoon. Wel 3 weken. Wel minstens 3 weken. En dan, dan groeit het dus heel snel. En je hoeft dus een maand niks aan je nagels te laten doen als je het weer laat doen. Dat is het eigenlijk. En ik ben eigenlijk 4 jaar net begonnen.
Ja. En Eva heeft nu mijn kleur. Zo, jouw nagels zijn ook teringlang geworden, hè? Het gaat echt heel snel met door dit spul. Ben je dus uitgebreid worden. Ja. Oké, maar dit was de video. En we gaan wel weer vaker nog een keer met Ben opnemen. Deze keer iets sneller dan. We moeten ook eigenlijk echt gewoon een keer een hele leuke video gaan opnemen. Gewoon een... Ja, over mijn herinneringen. Over een stadje te herinneringen. Weet je, als jullie dat leuk vinden, moet je het even laten weten. Ja. Dan wil ik echt meedoen, want ik vind het echt heel grappig. Ik heb sowieso ook echt nog heel veel filmpjes. Dus, Nee! Oké, maar heel erg bedankt voor het kijken. Als je het een leuke video vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. Abonneert. En even ons volgt op Instagram. En dan, let niet op lelijke foto's. Tot de volgende keer. Doei! Doei!